Mijn naam is Titia Knossen. Ik ben ruim 7 jaar burgemeester van deze gemeente Woudenberg. Een ambitieuze en zelfstandige gemeente van ruim 13.000 inwoners. In dit monumentale pand werken we met ongeveer 90 collega's in een moderne kantooromgeving aan een veilig en leefbaar en sociaal Woudenberg. Een dorp waar iedereen zich thuis voelt en we omzien naar elkaar. Mijn naam is Lisanne van der Pol. Ik werk sinds 2014 voor de gemeente Woudenberg als communicatieadviseur. Maar zo ben ik niet begonnen. In 2014 startte ik als stagiaire op de afdeling communicatie. Daarna ben ik in verschillende functies doorgegroeid tot adviseur. De gemeente Woudenberg is een hele fijne plek om te werken, omdat de verantwoordelijkheden laag in de organisatie liggen, de lijnen zijn kort met collega's en het bestuur, waardoor je vaak snel resultaten behaalt. Er zijn genoeg mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen, zowel persoonlijk als op professioneel vlak. En dat maakt de gemeente Woudenberg een hele fijne plek om te werken. Als beleidsadviseur onderzoek, analyseer, ontwikkel en implementeer je beleid in jouw vakgebied. Je bent de adviseur van de bestuurder en werkt nauw samen met partners, externe organisaties en andere belanghebbenden. Kijkend naar mijn vakgebied is bijvoorbeeld het realiseren van de woonvisie een belangrijke taak. Dit doen we niet alleen op basis van goede onderzoeken en analyses, maar uiteraard ook door middel van participatie met inwoners. Want goed wonen is samen doen. Mijn naam is Peter Sneep en ik ben meewerkend voorman ruimte en groen bij de gemeente Woudenberg. Binnen mijn functie zorg ik voor het onderhoud van het groen, maar ook het veilig houden van de openbare ruimte. Tijdens dit werk sta ik dicht bij de inwoners. En omdat ik vaak buiten te vinden ben, ben ik ook echt een aanspreekpunt voor ze. Ze zien me graag en maken vaak hun wensen kenbaar. Soms over dingen die ze lastig vinden, maar vaak ook dingen die ze anders willen zien. En dan ga ik met ze in gesprek en zoeken we naar een oplossing om de situatie te verbeteren. Binnen de organisatie spreek ik regelmatig met collega's die het beleid maken. Ik denk met ze mee en zo zorgen we dat het beleid van gemeente Woudenberg past bij de praktijk. Ik ben trots op onze organisatie en op onze medewerkers. En uiteraard op ons keurmerk Beste Werkgever. We onderscheiden ons door het werken vanuit visie, onze resultaatgerichtheid en onze goede werksfeer. Het beste voor Woudenberg. Daar gaan en staan we voor. Spreekt jou dit aan? Bekijk dan onze vacatures op onze website. Ik heet je graag welkom op dit mooie gemeentehuis en in ons dorp.